11 in. Dat is eentje heet al 11, dat weten jullie al. Oh. Want geel heet sowieso 11. Nou, we gaan de poesjes. Oh, je hebt al een lijstje gemaakt? Kleur? De kleurbandje, dat is bij geel. Is er eentje, een naam is Elvin. En is het een meisje of een jongen? Maar een meisje schrijf je eigenlijk met een korte ei. Maar dat maakt niet zo heel uit. Maar doe maar even. Doe maar even. Oké, wie mag beginnen? Fleur mag beginnen. Nee, we beginnen eerst even met de kleuren opschrijven. Geel van wat? Alle bandjes. Nee, dat hebben we op een papier staan. Ja? Wacht even aan, kan maar niet. Dat hebben we op dit papier staan. Dit is het weegschaalpapier. Weegschaalpapier? Kijk, hier zijn de poesjes. Hier zitten ook weer de poesjes. We hebben de kleuren. Roze, geel, dus dan moeten we roze hebben. Roze. En dan kun je gelijk achter schrijven of het een jongen of een meisje is. Oh ja, dat kun je ook de naam invullen. Groen. Groen. Blauw. Dan pakken we eerst even een poesje en dan gaan we die een naam geven. Een poesje pakken? Nee, even aanwijzen, zeg maar. En de andere. En Madelief, welke naam wilde jij voor een poes? Axel. Axel. Madelief mag als eerst Axel kiezen. Axel, welke? Moet je even kijken welke Axel. Dat moet wel een jongetje zijn. Oh, voorzichtig, voorzichtig. De rode heeft al is al 11. De petkop. Nee, dat is een meisje. Ja. Nee. Axel is een jongensnaam. Liefjes. Het is een beetje druk, denk ik. Is het degene zonder bandje of degene met blauw bandje? Blauw bandje of zonder bandje? Blauw bandje wordt Axel. Oké. Okay. Dan hebben we nog een jongen. Die andere jongen. Dan ben ik aan terug. Ga maar televisie kijken. Dan ben ik aan de beurt. Ja. Is het een meisje of een jongen? Dat is een de volgende jongen. Die moeten we nou eventjes doen. Hadden jullie Elvin al gedaan? Ja, Elvin en Axel hebben we al. Nou, dan blijft er nog één lichte over. Nee, we mogen er twee. Ja, er blijft nog één. Eén van jullie mag de jongen kiezen. Zonder bandje is ook een jongen. Ja? Dus zonder bandje. Ik kies een meisje en die heet Abby. Abby. En Abby is denk ik met het roze bandje, met de kleurtjes hadden we gezegd, hè? Abby is een... Met de rode strepen. Met de roze bandje. Okay. Met een roze bandje. Ja, die is super mooi. Dus dat is Abby. Abby. Nou mag jij er een kiezen, Flo. Die is even wachten. Oh, dat ga ik zo meteen kiezen. Dat is een meisje. Wij twee mochten er nog een paar kiezen. Ja, jullie mogen er allebei twee. Nee, jullie mogen ook één. Ja, die had Elvin. Oh ja. Ik kies... Welke kleuren bandjes zijn er nog? Zonder bandjes nog over? Ja, zonder bandje doe ik dan. Dat is een jongen. Dan kijk ik bij de jongensnamen en die noem ik dan Alex. Alex. Dus, ja, Alex. Dan hebben we nog meer. Dat is goed. Nee, ze kiest Alex. Is goed. Dat is grappig. Ali. Vind ik ook wel leuk. Nee, Alex. Abel. Abeltje. Appeltje. Abeltje. Abel vind ik ook leuk. Ja, Abeltje. Doe Alex. En het is een jongen. Ja. En dan moet je daarbij schrijven. Alex en Axel, dat is omgedraaid. Ja. Oh ja. Een meisje had ze echt met een lange ei ook. Oké. En dan doen we. Ik doe nog een meisje. En dat is Annie. Annie? En dat? Annie. Dat is Annie. Groen of oranje? Ik neem, denk ik, oranje. Oranje wordt dus Annie. Is al een meisje voor jongen? Meisje. Ja, een meisje. En nog een meisje voor jou, Flo. Dan hebben we alle namen. Ja. Dan heb jij nog groen, denk ik dan, hè? Ja, de groen. Dat is een meisje. Meisje. We moeten echt nog... Oh ja. Die noem ik... Antje. Antje? Antje. Dat is best wel een rare naam. Dat is een ouderwetse naam van vroeger. Ja, oké, okay, mag ik alle namen opnoemen? Ook Antje Montero, ja, alle namen. Mag ik alle namen opnoemen? Ja? Samen. Nee, jij mag wel. Ja, die uit maar eens. Elvin. Abby. 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 Zo schrijf je dat. Antje. Achje. Achje. Antje. Antje. Elvin, Alex. Abby, Antje, Alex. Nee. Axel. Annie. Axel staat er. Ja, Alex lijkt misschien wel heel veel op elkaar. Ja. Oh, ja.
Dan moet je misschien Alex veranderen. Waarom vind Alex niet zo mooi? Ik vind Alex leuk. Oké, doen we Alex wel even veranderen. Ja, ik denk als je Axel verandert bij Madelief, dan is je. Ja. Ja. Dus doen we even Alex verwisselen. Die mocht ik. En dat was een jongen. Een Merel van Aard. Niet zo leuk, want die deed er aan een leraar denken. Ja, dan doen we Ali. Ali. Ja, Ali. Of Abel. Een van de twee. Abel vind ik dan wel leuk. Ik ook. Abel. Kies je papa en mama Abel. 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 Van Abeltje. Van Puk en de Petterflat, Abeltje. Oké. Nou. Dus hoe heten ze? Elvin, Abby, Antje, Axel, Annie en Abel. Ja. Nou. Axel en Abel lijkt ook op elkaar. Abeltje nou. Moet je hem dan noemen. We hebben Abel. De naam. Is dat de kleinste? Abeltje. Dat is ja, geen, dat, ja. Ja, dat is de kleinste Abel. Jongen, dus die heeft een Abeltje. Hele leuke naam. Zo, Abeltje doen we ja, dan. Ja, die is heel klein. Abeltje. Abeltje. Nou, het lijstje is ja.